Na 2 jaar in stilte zijn geweest, is de afschaffing van de slavernij, of kitikoti, gisteren weer uitbundig gevierd. De Afro-Surinaamse culturele groep NAX heeft in samenwerking met het directoraat cultuur een prodowaka georganiseerd in de binnenstad. Zowel kinderen als volwassenen namen deel aan deze prodowaka in verband met 159 jaar herdenking, afschaffing van de slavernij. Met deze prodowaka wilden de organisatoren onder andere de ontwikkeling van de koto laten zien. De prodowaka is begonnen bij het directoraat cultuur. Vanuit de grote Combiweg is er gelopen richting Fort Zeelandia, waarna de stoet naar de Sommelsdijkstraat liep, die ook het eindpunt was. De deelnemers die dansten op swingende kasekomuziek konden op eindpunt genieten van een kotodansie. Personen die zich in de binnenstad bevonden, hebben dus de ontwikkeling van de koto door de jaren heen kunnen volgen. NAX laat weten dat de prodowaka ook een verering van de Afro-Surinaamse voorouders moet voorstellen. Aan deze prodowaka hebben 50 personen, zowel jong als oud, deelgenomen. NAX wil dit tot een jaarlijks terugkerend evenement maken met als doel educatie.